Dit liedje gaat ook weer over twee waargebeurde verhalen. En ik. Het gaat over mensen die iets anders hebben aangepakt dan hoe de meeste mensen het zouden doen. Dus ze hebben het lef gehad om koppig te zijn. Ze hebben hun eigen pad bewandeld. En soms is het ook nodig dat je daar met je eigen wijs voor bent. Als je iets anders wil aanpakken, dan wordt vaak gebeurd. En heel soms dan lukt het ook om daar dan iets heel moois mee te verwezenlijken. Deze mensen is dat ook goed. Het zijn twee verschillende verhalen, ze hebben niks gemeen behalve dat. Zij hebben iets anders durven doen. En ik wil jullie eigenlijk vragen, als jullie denken dat het wel een goede eigenschap is, wil ik eigenlijk niet kiezen. Ja. Om dan de bridge met mij mee te zingen. Jullie zijn al warm, toch? Het gaat zo. Ze durft anders te denken, wat er wordt gezegd. Ze durft anders te zijn, anders dan de rest. Dat is hem. Ze durft anders te denken. Hij durft anders te denken dan wat er wordt gezegd. Hij durft anders te zijn, anders dan de rest. En ik durf anders te denken dan wat er wordt gezegd. Ik durf anders te zijn, anders dan de rest. Gaat helemaal goed komen. Ja. Dit stukje zit helemaal aan het eind, dat is mijn schuld. Ik zou jullie een seintje geven, als het eenmaal zo is en dat mooie muziekje is afgelopen. En het liedje heet Anders dan de rest. De jongen die ik ken gaat al zijn leven lang met zijn vader naar het strand. Flessen touw en stukken plastic op te rapen uit het zand. En de mensen lachten en dachten, die twee dragen water naar de zee. Dus hij zette zijn afval neer op de grond en kreeg ze zijn beste idee. Hij zette er een bordje naast, waarop stond toen mee met mij. En toen hij later terugkwam, stonden er 10 zakken bij. Hij bleef erop vertrouwen, wat er ook werd gezegd. Want gelukkig was hij anders dan de rest. Over een vrouw die woont bij een moskee in een huisje midden in de stad. Haar familie vond het raar, maar zij zelf had nog nooit echt problemen gehad. Maar na het geweld in Parijs van laatst werd ze plotseling vreselijk bang. Ze zeiden tegen haar dat ze moest verhuizen, iedereen werd gegrepen door angst. Maar ze schreef een brief vol vragen, wat vinden jullie hier nu van? En ze werd uitgenodigd om te praten en voor haar eerlijkheid bedankt. Ze bleef erop vertrouwen, wat er ook werd gezegd. Want gelukkig was ze anders dan de rest. Ze durft anders te denken dan wat er wordt gezegd. Ze durft anders te zijn, anders dan de rest. Hij durft anders te denken dan wat er wordt gezegd. Hij durft anders te zijn, anders dan de rest. Ik durf anders te denken dan wat er wordt gezegd. Ik durf anders te zijn, anders dan.
Woehoe!